Welkom op Dag Onkruid, hier op de proefboerderij van Weer Open Teelte Vredepeel. Samen met het IRS, Kozen Beet Company, Census en Agrio organiseren we deze dag. We willen u graag in kennis stellen van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de onkruidbestrijding, want die gaat veranderen. Zeker in de komende 10 jaren zullen deze anders gaan uitzien dan we gewend zijn. Steeds meer niet-chemische technieken, andere chemische technieken, andere strategieën. Om u op de hoogte te brengen hiervan, nemen we u mee langs de demo- en proefvelden die we hebben aangelegd voor deze dag. Ook andere bedrijven sluiten graag aan bij deze dag. Zij zullen straks in korte filmpjes hun bijdrage hierin onder de aandacht brengen. We gaan dit doen aan de hand van een drietal thema's. Het eerste thema gaat over niet-chemische aanpak van de onkruidbestrijding. Het tweede thema gaat over nieuwe strategieën waarbij een combinatie van chemische en niet-chemische technieken gecombineerd worden. Als derde thema gaan we innovaties behandelen, waarbij een aantal nieuwe technieken voorbij komen die nu al gebruikt kunnen worden, maar ook toekomstmuziek is. In deze video van Dag Onkruid nemen we jullie mee naar het thema 2. Het thema nieuwe strategieën, een combinatie van chemische en niet-chemische onkruidbestrijdingsmethoden. Als eerste gaan we daarvoor naar een grote veldproef die hier vorig jaar is aangelegd op proefboerderij Vredepeel, de PPS Akkerbouw op Zand. Daar wordt integraal gekeken naar de onkruidbestrijding binnen een bedrijfssysteem. Marleen Riemens zal als projectleider wat uitgebreid ingaan op de aanpak, zeker over de aanpak van de onkruidbestrijding in deze proef. We zijn hier in Vredepeel omdat we hier een grote systeemproef hebben aangelegd in 2020. En dat is het resultaat van een publiek-private samenwerking, waarbij we samen met sectorpartners en overheid stappen willen zetten naar de toekomst. De afgelopen jaren is er namelijk heel veel gebeurd op het gebied van gewasbescherming bij de verschillende partners. De sectorpartijen zoals een brancheorganisatie Akkerbouw, zoals een LTO, hebben hun visies op plantgezondheid gepresenteerd. Daarnaast heeft ook het ministerie van LNV een visie gepresenteerd op kringlooplandbouw, met daarin gewasbescherming als belangrijk punt. En gezamenlijk hebben die partijen in 2020 het uitvoeringsprogramma Gewasbescherming 2030 neergezet. En daar hebben ze hun ambities neergezet en ook hoe ze dat willen gaan verwezenlijken. Samen met de verschillende partners uit de PPS hebben we een strategische aanpak voor de gewasbescherming op zand neergezet. En die toetsen we hier in dit perceel in Vredepeel. Gewasbescherming benaderen we hier niet meer echt puur vanuit één gewas, één ziekte of plaag of onkruid. We kijken het echt vanuit het geheel. Dat betekent dat we goed kijken naar het bouwplan, dat we kijken naar bemesting, dat we kijken naar de natuurlijke omgeving. Oftewel, we hebben gekozen voor een integrale aanpak, de Integrated Crop Management Approach. En dat in tegenstelling tot het tot nu toe altijd gangbare IPM, Integrated Pest Management systeem. Ja, en wat is nu die Integrated Crop Management aanpak? Die aanpak bestaat uit een aantal pijlers, zoals we dat noemen. De pijler bouwplan, pijlen robuuste rassen, bodembeheer, monitoring en evaluatie en gerichte bestrijding. En al die pijlers moeten samenkomen om tot een goede aanpak te komen. Niet alleen voor de ziekte- en plaagbeheersing, maar ook voor de onkruidbeheersing. Nou, in deze aanpak hebben we gekozen voor een 8-jarig bouwplan. En het is een breed bouwplan geworden met verschillende gewassen. We hebben de aardappel, wintergerst, suikerbiet, peen en aardappel. Aardappel zit 2 keer in dit systeem, omdat het een economisch belangrijk gewas is. En voor de onkruidbeheersing is het best wel een prettig gewas. We weten best wel goed hoe we onkruiden mechanisch kunnen beheersen in aardappel. En vervolgens hebben we snijmais, dat een goed gewas is in deze rotatie om de aardappelopslag aan te pakken. En vervolgens hebben we ook suikerbiet en zaaiui. En de grootste uitdagingen in dit systeem voor onkruidbeheersing zijn dan ook de peen en de zaaiui. Ja, de aardappel die we gekozen hebben is AM-resistent, dat is een belangrijk aspect hier. De wintergerst hebben we ook in het bouwplan, daar kunnen we goed de aardappelopslag bestrijden, maar het geeft ook ruimte voor tagetes. Suikerbieten hebben we gekozen omdat het een gunstige voorvrucht is voor de peen, want het is een slechte waard voor Pratylenges penetrans, die we hier op de percelen wel aantreffen. En de suikerbiet is ook weer een gunstige voorvrucht voor de ui, want ook dit is een slechte waard voor Pratylenges penetrans. We hebben dus echt goed gekeken naar wat voor gewassen kun je in deze regio telen en welke aaltjesproblematiek hebben we hier in de bodem. En zaaiui, ook al is die lastig voor de onkruidbeheersing,
is samen met de suikerbiet wel een goede voorvlucht voor de aardappel, omdat hij behulpzaam is bij het beheersen van Meledogyne tsetwoodi. Nou, samen met de partners in het publiek-private samenwerkingsproject waar we hier staan, hebben we de strategie ontwikkeld. We hebben de strategie voor de Integrated Crop Management Approach uitgedacht. En die bestaat uit verschillende pijlers. Hier in dit overzicht zie je de twee systemen die wij naast elkaar toetsen. We toetsen een referentiesysteem en we toetsen een Integrated Crop Management systeem. In het referentiesysteem gebeurt de gewasbescherming zoals dat ook gebeurt in de praktijk. In het ICM-systeem kijken we echt naar alternatieven. Waar zoeken we dan naar? We zoeken naar alternatieven voor de zogenaamde candidates for substitution. Candidates for substitution zijn werkzame stoffen die in de Europese Unie zijn aangeduid als vervangbaar. Als op termijn moeten deze worden uitgefaseerd. Nou, elke keer als zo'n stof voor herregistratie of registratie in aanmerking komt of wordt aangemeld, moeten de lidstaten kijken, zijn er alternatieven voorhanden? Hoe ziet onkruidbestrijding er nu uit in deze ICM-aanpak? Nou, om dat te kunnen inrichten zijn we gestart met de levenscyclus van de onkruiden. We zijn gestart bij de zaden, naar zaailingen, naar volwassen planten. En als je deze levenscyclus goed bekijkt, zie je dat elke fase verschillend aangrijpingspunt heeft om gewasschade te voorkomen of om de levenscyclus van de onkruid te doorbreken. Dat zie je op de assen. Dus op as 1 zie je de fase van zaden naar zaailing en dan gaan we het hebben over het voorkomen van vestiging van die zaailingen. En voor deze as zijn heel veel verschillende maatregelen toe te passen waardoor onkruiden niet die fase voltooien. Nou, hetzelfde geldt voor de zaailingen naar volwassen planten. Dan gaat het over de competitie met het gewas voornamelijk reduceren. Dus terwijl de onkruiden groeien, zorgen dat het gewas niet te veel hinder heeft. En de laatste fase is beperken van die zaadproductie. Dus hoe kunnen we weer voor de komende jaren zorgen dat de onkruidzaadbank erg klein is. Nou, diezelfde assen staan hier weer genoemd. En de verschillende kleuren geven dan ook de verschillende bestrijdingsopties aan die er mogelijk zijn in de verschillende fasen van de onkruidbeheersing. Wat we hebben gedaan om tot een goede onkruidbeheersingsaanpak te komen in deze systeemproef is elke pijler van de ICM-aanpak doorlopen en daaraan gekoppeld hebben wij de verschillende onkruidbestrijdingsstrategieën. Dus bijvoorbeeld hier hebben we het bouwplankeuze waarbij we kijken van ja, welke groene messen gaan we telen, wat is nu de goede gewasvolgorde. Bij rassenkeuze en opkomst kun je kijken naar inderdaad ras, maar ook naar het zaaitijdstip, naar de zaaidichtheid, naar de zaaidiepte. Misschien wel geplante gewassen overwegen. Het derde pijler bij bodembeheer kijken we bij de onkruidbeheersing naar aspecten als bekalken, plaatselijk bemesten, stoppelbewerkingen, maar ook mulches en type zaaibedbereiding wat je kunt treffen. En dan bij de pijler directe bestrijding. Daar komen we eigenlijk pas bij de bestrijdingstype uit waarbij iedereen gelijk aan denkt als hij het over onkruidbestrijding heeft. Dus dat gaat het over mechanische onkruidbeheersing, dan gaat het over herbicide toepassing. Al die aspecten komen eigenlijk pas dan aan bod. En als laatste hebben we hier in het centrum staan, en dat is ontzettend belangrijk, monitoring en evaluatie. Dus welke manier ga je onkruidpopulatie in de gaten houden? Op welke manier leg je nu vast wat je in de afgelopen seizoenen hebt gedaan? En bouw daar dan ook weer op voort. Ja, we staan hier bij het aardappelperceel van de proef voor de PPS akkerbouw op zand. En ik vertelde net al dat we de onkruidbeheersing in aardappel op een bepaalde manier doen. Dat we dat in de vingers hebben. En wat we hier doen is dat we de ruggen opbouwen, vervolgens deze ruggen afeggen. En dat is nu net hier gebeurd. En straks gaan we weer aanaarden en schoffelen. En op die manier hebben we een goede basis voor de onkruidbestrijding in het rest van het seizoen te pakken. Aardappelopslag is in dit systeem een beste uitdaging en een van de manieren waarop we die aanpakken is in de perceel mais. Dat doen we door voor opkomst te eggen en na opkomst, na het tweeplad stadium van de mais, eggen we wederom. Daarna gaan we schoffelen en we passen ook de vingerwieders in de rij toe. De mais is gezaaid op 75 centimeter. De mais wordt ondergezaaid met raaigras. Nou, hoe de praktische toepassing van de integrale aanpak voor de onkruidbestrijding eruit ziet, wil ik graag toelichten aan de hand van uien. Uien zijn een lastig gewas om schoon te houden, zonder chemie. Nu kun je ze hiervoor een combinatie van mechanisch en chemisch. Maar om het gewas een eindje op weg te helpen, hebben we verschillende aspecten gekozen. We hebben gekeken naar de pijler rassenkeuze en initiële groei. En wat we daarbij hebben gedaan, is kijken hoe kunnen we nou het gewas een voorsprong geven ten opzichte van de onkruiden. Nou, een van de dingen die je dan kunt doen, is gebruik maken van geplante gewassen. Dus we hebben hier gekozen voor
zaaiuien in perspotten, het ras Red Tide. Die zijn eind maart geplant en we hebben een rijafstand van 15 centimeter en 4 rijen op een bed. Nou, en de onkruidbestrijding die we dan toepassen is eggen met een veertandeg. En vervolgens gaan we daarna schoffelen met de camera gestuurde schoffelmachine. En op die manier houden wij het gewas uien schoon en geven we die echt in het beginfase, waarin het zo moeilijk is om de onkruiden te bestrijden, een voorsprong. Een tweede manier waarop we het gewas een voorsprong geven ten opzichte van de onkruiden is gebruik maken van het verschil in kiemkracht. Onkruiden hebben over het algemeen een kleinere zaden dan gewasplanten en hebben minder energie om door de bodem omhoog te groeien dan gewasplanten. Onkruiden kiemen meestal vanuit de bovenste 0 tot 5 centimeter en gewassen die kunnen ook wel van dieper naar boven komen. Nou, van dat verschil in eigenschap maken we gebruik in de compostproef. We passen twee verschillende soorten diktes van compost toe. Eentje van 2 centimeter laag en een van een 4 centimeter laag compost. En we hebben gekeken naar hoeveel zaaiui komt er nu nog op door die compost en hoeveel onkruid komt er nu op. Nou, je ziet hier in de grafieken de resultaten daarvan. De groene balk, de A, is de onbehandelde. De blauwe B is de 2 centimeter compost en C is de 4 centimeter compost. En dan ziet hij twee grafieken. Het bovenste is het totaal van het aantal onkruiden wat dan voorkomt per vierkante meter in het perceel. En de onderste is het aantal onkruiden wat in de zaairij voorkomt. Dus precies op de plek waar wij ook de compoststrips hebben aangebracht. Ja, en wat je hier dus ziet is dat de onkruiden in de onbehandelde in de zaairij flink hoger is dan in de stroken met compost van 2 centimeter, het blauwe balkje, en die van 4 centimeter compost in het gele balkje. De dikte van de compost heeft ook nog effect, want in de 4 centimeter compostlaag zijn er minder onkruiden te zien geweest. Nou, in de pijler de directe bestrijding in de zaaiuien hebben we ook weer verschillende strategieën die we vergelijken. Zoals gezegd, het knelpunt is de onkruidbestrijding in de beginfase van de gewasgroei. En wat we hier naast elkaar hebben gelegd is het volgende. We hebben een strategie waarbij we een verhoogde zaaidichtheid hebben toegepast. Waarbij we vervolgens het ui laat branden. Dan kun je wat schade verwachten aan je uigewas. Maar omdat we een hogere zaaidichtheid hebben toegepast, compenseert dat weer. Het voordeel is dan ook wel dat je je onkruiden dan ook nog op een iets later moment pakt, waardoor je niet weer een zaaibed creëert. Een andere strategie die we hier hebben liggen is die van de reguliere zaaidichtheid, gecombineerd met branden in het kramstadium. We zijn hier bij het perceel suikerbieten. En in de suikerbieten zien we duidelijk het effect van een type grondbemester wat we hebben gekozen. Op dit perceel stond vorig jaar een mais met een onderzaai van gras. We zien nu dat bij het onderwerken best wel wat in de bovenste laag is gebleven. Dat komt omdat we ook hier hebben gekozen voor spitten in plaats van ploegen. Er zijn allerlei voordelen normaal gesproken van niet-kerende grondbewerking. Maar we zien hier duidelijk wel dat het erg belangrijk is om dus goed te kijken naar het type grondbemester. Want in combinatie met de mechanische onkruidbestrijding die we hier wilden toepassen, het schoffelen, zagen we dat die gewasresten erg de zaak bemoeilijkten met het schoffelen. En we een aantal malen een bietenplant zijn verloren. Nou, we zijn hier bij het suikerbietenperceel met Tagetes als voorvrucht. De groenbemesterkeuze hier is dus anders dan bij het perceel zojuist, waar we grasklaver zagen in combinatie met mais als voorvrucht. We zien hier minder gewasresten en in de bovenlaag en daardoor is de mechanische onkruidbestrijding een stuk beter gelukt. Het schoffelen ging goed en we hebben hier dan ook geen bietenplanten die een tik hebben gekregen van de mechanische onkruidbestrijding of last hebben van de gewasresten die nog in de bovenlaag zitten. De onkruidbestrijding in de suikerbieten doen we met rijenbespuiting, waarbij we doseren op 50% van het oppervlak. En dat combineren we met kantschoffelen en later in het seizoen met aanaardend schoffelen tussen de rij. Wat we daarmee voor elkaar krijgen is dat je dus minder oppervlak bespuit en minder middel nodig hebt. En daarnaast vervangen we dus een chemische behandeling met mechanische onkruidbestrijdingsbehandeling door te schoffelen. Zoals Marleen zei, zijn er volop ontwikkelingen in de techniek. Sommige toepassingen zijn al praktijkrijp, andere zijn wat meer in een ontwikkelstadium. Zo kun je bijvoorbeeld met een vol vel spuit ook rijenbespuitingen doen. Hierbij bespaar je dus middel en spuit je alleen in de plek waar je mechanisch niet bij kan. Daarnaast kun je met een veldspuit ook spotsprayen doen, dat je de plekken waar onkruid staat
alleen aanpakt en de andere plekken overslaat. Bij mechanische schoffelen kun je ook denken aan in-row schoffelen, waarbij je dus tussen de planten in de rij het onkruid verwijdert. Het is daarbij wel belangrijk dat je goede gewasherkenning hebt, dat de machine ziet wat het gewas is en wat het onkruid is. En natuurlijk komen de robots eraan. Daarvan zijn er een paar, ja, toch wel redelijk praktijkrijp. De Nayo Dino, die al te koop is, die kan in de rij schoffelen, volgt de rij. De Farming Revolutions robot, die is iets verder weg nog, maar die kan ook mooi in de rij schoffelen, heeft goede gewasherkenning. En de Robot One van Pixel Farming Robotics, die ook, ja, toch al redelijk ver is qua ontwikkeling. Bij het tweede onderdeel van het thema nieuwe strategieën gaan we kijken naar de suikerbietenteelt. Er zijn een zestal strategieën bedacht waarin een combinatie van chemische en niet-chemische methoden. Chef van der Heijden van het IRS zal ons wegwijs maken in deze strategieën en ook wat vertellen over de resultaten tot nog toe. Al tientallen jaren hebben we de beschikking over het lage doseringssysteem in suikerbieten. Wat leidt tot een goede onkruidbestrijding in suikerbieten. Door zeg maar het verbod van middelen of door aanpassing van de toelating van middelen, verwachten we zeg maar dat het huidige gebruik in richting de toekomst gaat veranderen. Waarom verwachten we dat in de komende jaren minder middelen ter beschikking komen? De volgende zaken spelen hierbij een rol. Ten eerste, door het toelatingsbeleid zullen een aantal chemische middelen verboden worden, zo ook herbiciden. Zeker niet alle middelen zullen verloren gaan, maar het pakket zal zeker beperkt worden. Hier zien we een overzicht van toegelaten herbiciden in suikerbieten. Niet opgenomen zijn grasmiddelen. De bovenste 7 middelen, in het geel aangegeven, zitten in de procedure van herregistratie in Europa. Waarbij voor elk van deze middelen in de komende jaren een beslissing over herregistratie wordt genomen. Bij een negatief oordeel van één of meerdere van deze middelen kan dit een enorme impact hebben op onze huidige manier van onkruidbestrijding. Herregistratie is belangrijk, maar de condities waaronder is ook belangrijk. Een middel kan worden toegelaten met een lagere dosering. Een middel kan worden toegelaten met minder toepassingen. Een middel kan worden toegelaten met driftreducerende condities. Ten tweede, naast het toelatingsbeleid wil de Europese Commissie ook het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in 2030 met 50% verminderen. Hierbij een weergave van het gebruik van herbiciden in bieten in Nederland in de afgelopen 10 jaar. Het voorstel van de Europese Commissie heeft een grote impact op het gebruik van herbiciden in bieten. We zien hier een vrij stabiel gebruik van de hoeveelheid actieve stof per hectare. Dus als het voorstel van de Europese Commissie wordt aangenomen, moeten we ook hier flinke stappen maken. Ten derde, ook duurzaamheidseisen van afnemers, supermarkten, publieke opinie zorgen ervoor dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen onder druk staat. Op basis van deze zaken is het waarschijnlijk in de toekomst niet mogelijk dat we alleen met chemische gewasbeschermingsmiddelen aan de gang blijven. Hierdoor lijkt een inzet van mechanische technieken als onkruidbestrijding een reële visie. Vanuit deze visie hebben we deze demoproef in Vredepeel aangelegd. In deze demo hebben we de volgende zaken opgenomen. Ten eerste de vergelijking van twee systemen, het lage doseringssysteem en het Coviso Smart systeem. Hierover later meer. Ten tweede, voor beide systemen kijken we naar volveldbespuiting en rijenbespuiting in combinatie met schoffelen en of eggen. Ten derde gaan we naar minder bespuitingen naartoe. Voor het lage doseringssysteem gaan we van 4 bespuitingen naar 2 bespuitingen. En voor het Coviso Smart systeem gaan we van 2 bespuitingen naar 1 bespuiting. Eventueel in combinatie met schoffelen en eggen. Wat is nu het doel van deze demoproef? Een minder gebruik van de hoeveelheid actieve stof. En we kijken daarbij ook naar de werking van de systemen en naar de kostprijs van de schema's. Aangezien we in een deel van de proef Coviso One gebruiken, is voor de proef gekozen voor het ALS-tolerante ras Smart Lisa KWS. De demoproef ziet er als volgt uit. Ten eerste twee systemen, het LDS-systeem en het Coviso-systeem. Ten tweede, 4 volvelds bespuitingen versus 2 volvelds bespuitingen van het LDS. Object 2. Of 2 volvelds bespuitingen versus 1 volvelds bespuiting Coviso Smart. Object 5. Of een rijenbespuiting, die we zien in object 3 en object 6. De laatste kolom laat de mogelijke reductie van totale hoeveelheid werkzame stof zien ten opzichte van de standaard LDS, zoals hier in de demo wordt toegepast. We laten nu de tussentijdse resultaten zien van deze demo. Door het koude weer en daardoor trage ontwikkeling van gewas en onkruiden hebben we het gehele schema nog niet afgerond. Ja, voor deze proef hebben we dus ook geëgd en geschoffeld. In deze proef hebben we de NetEgg ingezet. Met name op zandgrond heeft de NetEgg
een voordeel ten opzichte van de tandeg, dat deze iets beter de bodem volgt. Met name bij insporing, bijvoorbeeld van een zaaimachine trekker, is dit relevant. De snelheid van rijden met de netteg bepaalt de mate van de werking en selectiviteit. Hierbij laten we ook het schoffelen zien. We tonen nu de werking van de systemen. Bij object 1 liggen 3 LDS bespuitingen op. In oplopende doseringen toegepast van Femidifam, Metamitron, Etefumisaat en olie. Bij de tweede en derde toepassing is nog Frontier Optima aan toegevoegd. Deze combinatie heeft een goede onkruidbestrijding, maar wel een negatief effect op de stand van de bieten. En dan object 2. In het begin is hij 2 keer vol vels gespoten. Daarna in het 4-6 blad stadium van de bieten geëcht. Geeft ook een goede onkruidbestrijding. Gewasstand is enigszins gedrukt, maar minder dan bij het eerste object. Object 3. 2 keer een rijenbespuiting. Daarna 2 keer tussen de rijen geschoffeld. Geeft ook een goede onkruidbestrijding. Gewasstand enigszins gedrukt. Object 4. Coviso Smart Systeem. Hier is gebruikt Coviso One, Femidifam, Etefumisaat en olie. Is 1 keer vol vels gespoten, 7 mei, in het 2-4 blad stadium van de biet. Zorgt voor een goede bestrijding van het onkruid, geeft weinig gewasreactie. Object 5. 1 keer vol vels gespoten, identiek aan het eerste object. Verder zijn hier nog geen verschillen te zien. Object 6. Hier is Coviso Smart Systeem met een rijenspuit toegepast, daarna tussen de rijen 2 keer geschoffeld. Geeft ook een goede bestrijding. Nu laten we nog een beeld zien van onbehandeld. We zien hierbij een goede gewasstand en een beperkte onkruidgroei. De onkruiden die we hier zien zijn melganzenvoet, straatgras en vogelmuur. Naast de resultaten van het systeem is het natuurlijk ook belangrijk om de kosten mee te nemen. De totale kosten van de werkzaamheden en middelen zijn voor de objecten met het lage doseringssysteem uitgewerkt. We hebben het LDS-systeem vol velds. Hierbij zijn 4 toepassingen lage doseringssysteem. LDS vol velds plus eggen. Dat zijn de 2 toepassingen LDS en 2 keer eggen. En LDS rijenbespuiting en schoffelen. Hierin hebben we opgenomen 4 toepassingen. En 2 waarbij 2 keer een schoffel is meegenomen. Als er apart wordt geschoffeld, wordt de kostprijs hoger. Wat opvalt bij de kosten per object, is dat het LDS-systeem 2 keer toegepast in combinatie met eggen de minste kosten geeft. We gaan op termijn nog kijken of de onkruidbestrijding ook even goed is als bij een volvelsbespuiting. Welke mogelijkheden biedt mechanische onkruidbestrijding? Vermindering hoeveelheid middelen, dat is de eerste opzet van deze demo. Verminder de kosten mogelijk met name bij inzet van netteg, tandteg in combinatie met volvelsbespuiting in het begin. Rijenbespuiting, driftreductietechniek, klasse 90. Dus is een fijne dop mogelijk om toe te passen. Dit geeft een fijne verdeling en is ook een effectieve toepassing mogelijk. Tevens pakt mechanische onkruidbestrijding resistente en minder gevoelige onkruiden aan. Welke uitdagingen kunnen we tegenkomen bij mechanische onkruidbestrijding? Deze systemen werken alleen als middelen beschikbaar blijven. Meer afhankelijk van weersomstandigheden, dus meer risico op minder goed resultaat. Hogere kosten, met name bij rijen, spuiten en schoffelen. Kans op meer nakiemers. Wat is het effect op anti-stuifmaatregelen, zoals stuifdek gerst of een middel als no-dust. Richting 2030 zullen meer mogelijkheden beschikbaar komen voor een mechanische onkruidbestrijding naast eggen en schoffelen, om het op een niet-chemische manier te doen. Echter het gebruik van herbiciden in suikerbieten zal waarschijnlijk noodzakelijk blijven, waarbij een geleidelijke overgang van chemisch naar chemisch-mechanisch zal plaatsvinden. Juist de beschikbaarheid van effectieve middelen zal het mogelijk maken om de mechanische onkruidbestrijding succesvol in te zetten. De komende jaren gaan we als IRS hiermee aan de slag. Als aanvulling op de strategieën die net verteld zijn door chef van der Heijden van het IRS, zal KWS wat verder ingaan op hun programma rondom de ontwikkeling van Conviso. Mijn naam is Rob Klunder, ik ben KWS-adviseur voor het Conviso Smart Systeem. In 2021 doen we ervaring op meer dan 1000 hectare met dit systeem. Een bodemherbicide vlak na zaai is bijvoorbeeld niet meer nodig. 2 bespuitingen zijn voldoende om de bieten onkruidvrij te krijgen en te houden tot het eind van het seizoen. Groot voordeel is dat we hierdoor 3 keer gemiddeld genomen minder spuiten. Dat wordt zeer gewaardeerd door de telers die er nu al gebruik van maken.
De verwachting is dat het ook op probleemonkruiden zoals hondspeterselie, veenwortel, bingelkruid, varkensgras, kamille, gerst antistuifdek zeer goed gaat werken. Het systeem van onkruidbestrijding in bieten wordt nu sterk vereenvoudigd. Verder is het spuittijdstip flexibeler in te plannen. Het systeem is daardoor heel eenvoudig toepasbaar. De arbeidsbesparing die hiermee bereikt wordt, wordt door akkerbouwers als zeer welkom ervaren in het toch al drukke voorjaar. De gewasveiligheid is ook een groot voordeel van dit systeem. Bieten zijn tolerant voor Corvizo One. Ze worden niet geremd in hun ontwikkeling. We staan hier op het proefveld van de WUR in Vredepeel. We vergelijken hier verschillende systemen van onkruidbestrijding. Ons nieuwe systeem met Corvizo, twee toepassingen met een halve liter Corvizo One, vergelijken we met vier keer een LDS toepassing. Het verschil in selectiviteit is duidelijk te zien. Links ziet u het lage doseringssysteem zoals bekend. Rechts ziet u het nieuwe systeem met Corvizo Smart, wat bestaat uit twee toepassingen. Voor de vroegbestelling hebben we Smart Jitka KWS beschikbaar. In december komen daar nog een paar rassen bij. Heeft u interesse in dit systeem, dan kunt u contact met ons opnemen of kijken op onze website confisosmart.nl. We helpen u graag verder. Ook voor de teelt van ziegerij zijn een zestal strategieën bedacht. Een combinatie van chemische en niet-chemische methoden. Die zijn hier aangelegd in een demonstratie hier op de proefboerderij. En de agenten van Sensus, die zullen hier uitleg bij geven. Dat zijn Paul Goorde van Sebeco Agrichemie, Wout Ballast van Agrifirm en Teun van de Wassenberg van Agrifirm. Aan hun het woord om ons mee te nemen in deze nieuwe strategieën. We staan hier bij het ziegerij Demoveld. We zijn hier aan het kijken naar mechanische en chemische objecten. Het zijn zes objecten. Die zijn 3 meter breed en 6 meter lang in het ras rhodonieten. En wat we doen dus is 6 verschillende proeven uitvoeren. Demo's. Alles is maar een eenvoud. Hier hebben we een overzichtje van de opzet. Opzet is als volgt. We beginnen met een object volledig chemisch. Dat betekent aan de basis kiezen wij voor Bonalan plus transformer. Dat is een bodemuitvloeier. Zoals bekend sterk op melden. Vervolgens doen we bij het zaaien kerp op de rij. Wij kiezen daar bewust voor, want dan kun je een hogere dosering middel meegeven. Dan gaan wij beginnen vanaf opkomst met combinaties van Safari afgewisseld met Titus. We zorgen ervoor dat we dat doen een keer of 7. Dus Safari 20, vervolgens Titus 40, dan Safari 30, Titus 30 en dan nog 3 keer Safari 30. Altijd plus zipper een uitvloeier, want zonder die uitvloeier werken deze middelen eenmaal niet. We doen er ook bij kerp elke keer 0,2, zodat we tot de maximale hoeveelheid van 3,5 komen. We beginnen met toevoegen vanaf de tweede bespuiting AZ. 40, 60, 100, dus 3 keer achter elkaar. En dan vervolgens doen we toevoegen Frontier 03 en 06, zodat we de bodemherbicides opvolgen. Dus nog een keer op de rij, Bonalan kerp, Safari Titus afwisselen plus bodemherbicide. Dat is onze basis. Tweede object doen wij hetzelfde, maar dan gaan we na 3 objecten beginnen met wiet-eggen. Dus dan zeggen wij 3 keer chemisch om te corrigeren. Vervolgens wiet-eggen vanaf 4 echte blaadjes. En dan kun je zien wat het verschil is tussen de 4 bespuitingen en het wiet-eggen. Dan gaan we richting het derde object. Daar gaan we hetzelfde doen als het tweede, maar dan zonder Bonalan plus transformer, want we willen zien wat gebeurt er wanneer je die Bonalan weglaat. Dan laat je natuurlijk een stukje basis wegvallen op melden. Plus, het is ook een middel dat mogelijk in de toekomst wel eens uit het pakket zou kunnen gaan. Dus dat zijn de eerste 3. Dan gaan we richting de 4e. In het 4e object gaan we kiezen voor na de 2 chemisch. Na opkomst kiezen we voor branden. Dus dan gaan we kijken van, kan dat branden zorgen voor vervanging van chemische bespuitingen. Dat moet nog gaan gebeuren, maar dat is object 4. Object 5 pakken we dat nog rigoureuzer aan. Daar doen wij alleen chemisch kerp aan de basis. En vervolgens gaan we branden. Dat branden dat is bedoeld vanaf 2 echte blaadjes, want dan kun je veilig branden. Dat gaat u dus straks zien. En het 6e object, er zit chemisch alleen kerp onder. En vervolgens kiezen we voor schoffelen. Schoffelen met moderne apparatuur, zodat je een smalle strook ongeschoffeld overlaat. Dus dit is bewust gekozen voor. We beginnen met duidelijk 100% chemisch en we bouwen af richting de mix
chemisch, mechanisch, op het eind vooral mechanische technieken plus branden. Nou, zoals Paul Verhoorde net heeft toegelegd, staan we hier bij de eerste proef volledig chemische onkruidbestrijding met de middelen die we vandaag de dag nog hebben. Het eerste object hebben we natuurlijk Bonenland aan de basis gelegd. Dan staan we hier op Vredepil. En zoals je ziet, langs de tarwe is hier de onkruiddruk van melden niet extreem hoog. Dus van daaruit zie je ook wel dat het een beetje een vertekend beeld is dat het heel goed gewerkt heeft. We zien wel vandaag de dag in de praktijk, zeker met dit voorjaar, met veel neerslag, dat Bonenland echt wel een toegevoegde waarde heeft. En zich ook dit jaar weer bewijst dat het een sterke onkruidbestrijding is voor aan de basis van sigerij richting de melganzengoedbestrijding. Voor de rest hebben we nu twee bespuitingen hier uitgevoerd. De eerste bespuiting met Safari, uitvloeier, een beetje kerp en AZ opbouwen. En de tweede hebben we omgewisseld in plaats van de Safari de Titus. Dus de Titus op nog een paar melders die boven staan vroegtijdig te bestrijden. En de Safari op onder andere de nachtschade die ik straks in andere proeven ook nog wel even laat zien. Dus dit was het eerste veldje. We staan hier bij het tweede object. Nou, het tweede object zoals Paul toegelegd heeft, Bonenland aan de basis. Drie keer een chemische onkruidbestrijding na opkomst. En daarna is de bedoeling dat we gaan eggen. Het eggen is nog niet gebeurd. En de rest zijn we nu bij de tweede bespuiting die is uitgevoerd. Nou ja, zoals je ziet hebben we hier en daar best wel nog een paar probleemonkruiden. Zoals je ziet staat hier een melganzenvoet die eigenlijk al veel te groot is om nog voor een efficiënte titus te gebruiken. Je ziet deze heeft al echte blaadjes. En we weten titus kun je toepassen voor een goede werking als de melganzenvoet nog in het kiemlop stadium staat. Dan kun je hem nog goed preventief aanpakken. Dus voor deze, wat je ook in de praktijk ziet, en zeker ook dit voorjaar, dan denk je, ach, er staat niet veel, de bodemwervelschieters hebben goed gewerkt. Maar dan nog is het wel van belang je schema goed sluitend te houden voor een goede chemische onkruidbestrijding. Verder, als je inzoomt op het object, zien we ook nog wel wat nachtschade staan, want we zeker ook weten wat in sigerij een probleem onkruid is. Deze staat nu in het kiemstadium, die kunnen we nog vroegtijdig met Safari aanpakken. Daarna gaan we eggen en vullen op het eind de bodemwervelschieter aan met Frontier. Ja, dan staan we bij het derde object. Het derde object waar ook chemisch aan de basis ligt met eggen daarna. Het enige verschil is met het veldje hiervoor is dat we geen Bonenland aan de basis hebben gelegd. Dit ook omdat het middel ter discussie staat en we waarschijnlijk wel in de toekomst niet meer zullen hebben. Dus willen we ook zien wat we daarmee kunnen richting de toekomst om toch nog voor sigerij een rendabele teelt te hebben richting onkruidbestrijding. Dus hier is geen Bonenland toegepast, kerp op de rij. Daarnaast een keer naar opkomst een keer gespoten in de combinatie met Safari en de tweede keer de combinatie met Titus. Omdat hier de melddruk niet extreem hoog is, zie je niet goed het verschil tussen wel en geen Bonenland toepassing in deze proef. Maar nogmaals in de praktijk, ook dit jaar weer meermaals uitgewezen, dat zeker op de lichte gronden een Bonenland een waardevolle toevoeging is. En we weten dat die veel neerslag moet hebben en dit voorjaar pakt dat heel goed uit, de bodemherbicides, ook in sigerij. Dus kortom, er blijven uitdagingen. Ook hier zie je melganzenvoet. Als je schema te groot uitlaat, kun je die niet meer bestrijden. Hierna gaan we verder met eggen en sluiten de boel af met een frontier voor de late nakiemers te bestrijden. We staan hier bij object 4 uit onze proef. Hier staat sigerij en hier is een combinatie wordt hier gebruikt van chemisch en branden en eggen. Hier is gezaaid en hier is 2,5 liter kerp op de zaai voor gebruikt. En daarna is hier twee keer een chemische toepassing geweest. De eerste keer in combinatie met Safari, kerp en sipper. En de tweede keer met Titus, kerp, sipper. En er is wat AZ aan toegevoegd. Dit object wordt nog twee keer gebrand en wordt afgemaakt met de Witeg. Dus op dit moment kunnen we zien dat de onkruidbestrijding best wel goed zijn werk heeft gedaan. De weersomstandigheden waren goed voor de middelen, konden goed hun werk doen. Maar het vervolg zal plaatsvinden met branden en eggen. We staan hier bij object 5. En object 5 is ook een combinatie van chemisch en mechanisch. Maar dan in de zin mechanisch het branden. Dus hier is met de zaai, op de zaai voor 2,5 liter kerp toegevoegd. Maar voor de rest wordt hier geen gebruik gemaakt van chemische middelen. Het plan oorspronkelijk was om voor opkomst nog een keer te branden. Maar dat is mislukt, hè? Want de sigerij verrast ons, die stond er al. Hebben we afgewacht en we hebben gebrand toen de sigerij in het tweeblad stond. Nou, dat is ongeveer een week geleden geweest. En ik kan u vertellen dat de sigerij toen eigenlijk helemaal weg is gebrand. Tot aan de grond toe, helemaal eraf. Maar we zijn nu een week verder en u kunt zien dat de sigerij weer terugkomt. En dat is met sigerij zo, sigerij maakt de penwortel.
En dat groeipunt ligt goed verborgen. Dus sigarij is bij uitermate een geschikt gewas om gebruik te maken van branden. Nou, hier zie je dus dat de sigarij weer terugkomt. Hij herstelt zich weer. Wat we ook zien is dat wat grotere onkruiden, met name muur, ja, dat gaat toch wat lastiger met het branden. Er zal misschien wat overblijven. Maar de planning is hier dat hij nog een aantal, twee keer in ieder geval gebrand wordt. En dat ook dit perceel wordt afgemaakt met eggen. Dit is object 6, het laatste object in onze proef. En hier is eigenlijk gebruik gemaakt van de schoffelbalk. En hier is nu een aantal keren geschoffeld. Er is wel met een zaai kerp toegepast in de rij. Maar hier is nu drie keer geschoffeld. Ja, met schoffelen, dat is natuurlijk een techniek die best wel goed wil. Maar je zult daar eigenlijk ook wel de goede omstandigheden bij moeten hebben. En met name de weersomstandigheden. En dit jaar waren de weersomstandigheden voor het schoffelen toch iets minder gunstig. En dat kunnen we ook zien in dit veld. Hier is wel een aantal keren geschoffeld. Maar je kunt zien dat geschoffelde onkruiden zich opnieuw hebben vastgezet. En weer verder kunnen groeien. En ja, het nadeel bij schoffelen is ook, je maakt een nieuw kiembed. Dus ook nieuwe onkruiden komen weer boven. Nou, op zich kan dit nog goed komen. Wanneer de weersomstandigheden omslaan. En we krijgen goed drogend zonnig weer. Dan kan zo'n onkruidbestrijding best dan wel geslaagd zijn. Maar je kunt zien met schoffelen dat je tussen de rij wel dingen kunt doen. In de rij kun je natuurlijk geen onkruiden meer bestrijden. En we zullen verder de ontwikkeling zien van dit proefveld. Op dit moment is hij eigenlijk onvoldoende. Maar mogelijk dat er nog een verbetering intreedt wanneer de weersomstandigheden beter worden. Al deze veldjes worden natuurlijk nauwgezet gevolgd. Er worden visuele waarnemingen gedaan. Hoe reageert het gewas op de verschillende teeltmaatregelen? Maar onze collega Marielle Zol doet ook regelmatig tellingen. Om de 5 dagen worden de onkruidtellingen uitgevoerd. Om te kijken van hoe de teeltmaatregelen effect hebben. Zowel chemisch als schoffelen, noem maar op. Alles wat hier gebeurt wordt nauwkeurig bijgehouden. En hier heb ik zo'n overzicht van deze tellingen. Elke 5 dagen wordt er geteld. Wordt nauwkeurig bijgehouden. Hier ziet u bijvoorbeeld nog het effect van branden. Veel onkruid. En op het moment van branden zie je die piek heel duidelijk afzwakken. Voor de rest liggen de tellingen dicht bij elkaar. Maar u ziet dat alles nauwkeurig wordt gevolgd. En we zullen u hierover nader berichten. Een groot aantal bedrijven binnen de chemische industrie zetten grote stappen om de gewasbescherming toekomstbestendiger te maken en te voldoen aan de eisen die er gesteld worden. Een tweetal bedrijven zullen dat in een korte bijdrage vandaag laten zien hoe zij dat doen. Dat is Adema en UPL. Een effectieve onkruidbestrijding wordt een steeds grotere uitdaging. Als ik kijk naar de afgelopen jaren, zie ik in het voorjaar steeds extremere weersomstandigheden en dat betekent vaak afgeharde onkruiden. Ook zien we de laatste paar jaar actieve stoffen verdwijnen en dat heeft u waarschijnlijk ook zelf in uw eigen kast ervaren. Het loont om eens met uw adviseur in gesprek te gaan en kritisch te kijken naar uw spuitschema. Hoeveel actieve stoffen zitten er nu precies in dat spuitschema? Vaak hebben actieve stoffen een ander werkingsmechanisme. Als je kijkt naar een product als Goldex Queen en PowerTwin, door die te combineren heb je al 4 actieve stoffen in 1 spuitschema en ook meerdere werkingsmechanismen. Daarnaast is het niet verkeerd om ook mechanische onkruidbestrijding te integreren in uw spuitschema. En mechanische onkruidbestrijding kan ook de schepel zijn. In het voorjaar hebben we steeds meer te maken met bladluizen, maar ook bladschimmels iets later. En dat betekent dat u het gewas in de gaten moet houden, dus monitoren. Dat kan absoluut geen kwaad om eens wat meer door die bieten te lopen. Nou, om ook ons middelenpakket in stand te houden, werken wij aan een nieuwe tool, Easy Connect. En daar zullen we nu meer gebruikerservaring over delen. Dat klopt inderdaad, Robert. Afgelopen seizoen heb ik ervaring opgedaan met het Easy Connect systeem op mijn eigen veldspuit. En heb dat in meerdere gewassen gebruikt. En ik was als teler enthousiast over dit systeem. Wat zijn hier nou precies de voordelen van dit gesloten systeem? Ik heb veel minder contact als gebruiker met de middelen en minder blootstelling. Als tweede punt is de erfemissie belangrijk. Dit systeem zorgt ervoor dat ik niet meer mors en dat er een veel minder hoge piekbelasting is. En als laatste punt is het behoud van de middelen erg belangrijk. En Easy Connect draagt daar onder andere aan bij. Welkom hier bij het proefveld van UPL, onkruidbestrijding in Bieten, met de 3 basisproducten, Metamitron, Vemmedifan, Etofimisaat. Daar werken we eigenlijk al 30 jaar mee, met lage doseringssystemen.
Het doel van deze proef is om verschillende formuleringen, zoals Metivol Super en Corsal, met elkaar te vergelijken met referentieproducten die in de markt zijn. We zijn hier vandaag in Werkendam op rivierkleigrond. Nou, wat dit jaar kenmerkt, elke dag regen. We zien dit jaar eigenlijk een hele trage ontwikkeling van de bieten. Als we een proef gaan beoordelen, dan beginnen we natuurlijk altijd met een onbehandeld. Daar kan je zien welke onkruiden zich ontwikkelen op dit perceel en wat de stand ook is van de bieten. Nou, we gaan nu even inzoomen welke onkruiden op dit perceel hier in Werkendam een probleem zijn. Het belangrijkste onkruid in deze proef, op deze locatie, is deze. Dit is de zwaluwtong, kenmerkend een hartvormig blad. Dit noemen we ook wel een veelknopige. Het is een heel taai onkruid en het is belangrijk dat je die op tijd bestrijdt. Daarnaast zien we hier zaailingen komen van aardappelopslag. En wat ik hier ook nog zie, maar die komt hier maar af en toe voor, dat is een klein kruiskruid. Nou, en hier zien we nog net onder deze biet, ook in onbehandeld, een perzikkruid staan. Dus het is echt een locatie voor veel knopige bestrijding. Daar kan je de middelen op gaan beoordelen. Nou, wat we hier natuurlijk ook zien, hier zijn geen herbicides toegepast. Dat de bieten gewoon hier mooi groen staan. Maar die zullen natuurlijk problemen gaan krijgen met het onkruid in de onbehandeld. We staan hier bij het tweede behandelde object. Wat hier is gebeurd, we hebben hier een duo product. Metivol Super, door UPL ontwikkeld, nu voor het Desmedifan vrije tijdperk. Bevat metamitron en etevimusaat. Het voordeel voor de gebruiker, voor de teler, is dat de etevimusaat op een dusdanig niveau concentratie in deze formulering zit, dat je heel effectief de veelknopige onkruiden, zoals hier zwaluwtong en perzikkruid, makkelijk bestrijdt. En met de Corsal SE kan je de melganzenvoeten, die soms ook een probleem zijn, ook heel effectief bestrijden. We zien dat we in ieder geval met de lage doseringssystemen, met de drie basismiddelen, metamitron, etevimusaat, femindifan, dit jaar tot nu toe de bieten goed schoon krijgen. Belangrijk zijn natuurlijk krachtige formuleringen, waarmee je als teler altijd zeker weet dat je onkruid goed bestrijdt. En belangrijk voor het rendement van de teelt is dat je met zo min mogelijk middel, maar wel je biet natuurlijk 100% schoon krijgt. Want onkruid kost gewoon groeiopbrengst, maar het kost ook heel veel arbeid om onkruid uiteindelijk later met de hand te verwijderen.